Dit is het Norgerholt bij Westervelde, een van de oudste stukjes bos van heel Nederland. Hier stond al bos in de 16e eeuw en waarschijnlijk is het nog veel ouder. Nog veel ouder is het hunebed dat hier vlakbij te vinden is. Dat is hier al meer dan 5000 jaar geleden neergezet door de toenmalige bewoners van deze streek. Nog weer veel ouder dan dat hunebed is het meertje dat er vlakbij ligt. Dat is misschien wel 20.000 jaar geleden gevormd, aan het eind van de laatste ijstijd. Er bevroren toen grote stukken grondwater, die vormden plakken ijs in de bodem. En als dat ijs dan weer smolt, dan bleef er een rond gat in de grond achter. Ik ga nu even kijken. Zulke natte plekken in het landschap, zoals moerassen en vennetjes en beekdalen, waren belangrijk in de belevingswereld van de prehistorische mensen. Hier huisden hogere machten. En de hunebedbouwers zullen dan niet voor niets hun graf hier in de buurt van dit meertje hebben geconstrueerd.